Hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van In Tuin bij Henk. Alweer de 45ste. En voor de zomervakantie wel even de laatste. We gaan, voordat we met vakantie gaan, nog even een rondje maken door de tuin. Eens even kijken hoe alles erbij staat, want we naderen wel zo'n beetje het hoogtepunt van de zomer. Veel in het voorjaar gebloeid, nu staat er veel in bloei, er komt nog het een en ander. Dus ik wil u even meenemen, een rondje in de tuin. En dan met vakantie. Veel plezier allemaal. We komen na de vakantie weer terug met een paar interessante onderwerpen. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Geniet u er ook van en blijf gezond. Tot na de vakantie. Winderige dag vandaag. We beginnen het rondje met de Althea-struik. U weet wel, de Chinese roos. Gesnoeid en kijkt u eens aan de onderkant hoe mooi je uitloopt. Knoppen zitten er volop in. Hier ziet u een hortensia-soort, witte bloemen, half schaduwplaats. En hier twee potten met bloeiende aronskelken staan tussen de Carex. Sorry. Hier zien we dan een bodembedekker, dat is de herfsthooi. Een prachtige, indrukwekkende gele bloem, die heb ik nog niet eerder gezien. Daarnaast een bosje met de duizendknoop, die achter de inmiddels uitgebloeide rhododendron staan. Uitgebloeide dendrons, rhododendrons, moet je de uitgebloeide bloemen verwijderen. Dat heb ik u al eens laten zien. Hiernaast, op het punt van uitkomen, sedum, een vetplant. En dan zien we hier inmiddels uitgebloeide papavers. Deze grote knoppen komen de zaden in. En hier de gesnoeide Chinese klokje. Deze zaden gaan we over een tijdje, als ze wat meer zijn opengeknapt, die bolletjes, gaan we oogsten en in een potje bewaren. En kijk je eens hoe mooi de Japanse spierstruik erbij staat. Schitterend in bloei, met rozeachtige bloemen. En je ziet tussen de planten door ook nog wel het blauwe schapengras. Met de prachtige pluimpjes. Hoor het eens waaien. En hier de vlinderstruik die we in het voorjaar zo stevig gesnoeid hebben. Die staat ook in de knop en staat op het punt van uitkomen. We zijn benieuwd of die net zo mooi wordt als vorig jaar. Kijkt u eens hoe mooi de hortensia erbij staat. Mooi vol, mooi van vorm, prachtige bloemen. En dat gaat de komende periode nog wel eens even door. Aan de onderkant ook mooi vol. En aan het tuinhuisje hangt de prachtige bellenplant, de fuchsia. Nou, doet hij het mooi of niet? En u ziet daarachter een andere vlinderstruik, die ik uiteraard in het voorjaar ook gesnoeid heb. Dan pennen we even langs de struiken. En hier zien we dan de astilbe. Ook op het punt van uitkomen met verschillende kleuren. Met roze, met wit zoals deze. Een mooie, fraaie bos. En aan de linkerkant zien we de primula's aan de voorkant. Blonker uit en kijkt u eens even hoe mooi de varens op de achterste rij erbij gekomen zijn. Ook van het lonkruid prachtige gekleurde bladeren, een beetje behaard zijn die.
kunnen ook gegeten worden in salade bijvoorbeeld. Dan aan de overkant, jawel, nog een primulaatje. Die wordt ook wel kaboutermutsje genoemd. En u ziet wel waarom. Daartegenover staat de ooievaarsbek. Mooie randbeplanting. Denkt u eraan dat als deze uitgebloeid zijn, u de bloemen flink kunt wegsnoeien, zodat er later in het jaar nog een tweede bloei kan plaatsvinden van de ooievaarsbek. Hier hebben we de monnikskappen. De blauwe staan alweer in de bloei. Kijkt u eens. Prachtig. Daarnaast staan weer de gebroken hartjes. U ziet, de bloemen zijn inmiddels verdwenen. De lol gaat hier denk ik heel snel vanaf. We gaan nog wel proberen hem helemaal tot de grond weg te snoeien. De heide, de winterheide, ook inmiddels uitgebloeid. Skimmia ertussen, drie struiken. En moet u eens kijken, onderaan het gebroken hartje, daar staat dat varen, wat straks meerdere zichtbaar moet zijn. Dan op dit moment het pronkstuk in de tuin. Groepjes met het prikneusje, die witte en roze bloempjes, 1-2-jarige, die combineren met een hoge ooievaarsbek. Nou, is dat prachtig of niet? Schitterend, zoals dat op dit moment in de bloei staat. En hier zien we onder in beeld het Japanse bloedgras. Op de pilaar de prachtige hangpetunia's. En op de grond het prachtig geel bloeiende penningkruid. Rechts de herfstasters die zich aan het prepareren zijn. Op de paal hebben we hier twee clematis hangen. Helaas uitgebloeid. Prachtige madeliefjes. Naar de rudbeckia die op het punt staat van uitkomen. De zonnehoedjes staan hier ook. En dan aan de overkant de rozen die de eerste bloei inmiddels achter de rug hebben en recent zijn gesnoeid. Ze doen het hartstikke goed. En beneden ziet u een paar takken van de lavendel. En aan de overkant weer de ooievaarsbek, maar natuurlijk ook de blikvanger, de Japanse esdoorn. Hier zien we de baardiris. Kijkt u eens wat het geworden is. Geflankeerd door de Salvia superba. En de Salvia superba. Daarachter staan de hoge Achillea's. Daar heb ik wat hekwerk tegenaan gezet, want u weet het, als het gaat waaien en het gaat regenen, vallen deze gemakkelijk om. Geuren heerlijk. Moet er met je handen maar eens doorheen gaan en dan zult u zien. Hier de ooievaarsbek weer, die heb ik op verschillende plaatsen staan. Die staan nu echt hartstikke leuk in bloei. Die gele, dat is de wederik, de grote wederik om precies te zijn. Ook een stevige blad die het altijd wel in veel tuinen doet. En kijk je eens naar deze roodkleurige Japanse esdoorn.
En we hebben uiteraard ook nog de moestuin met de rabarber. Daar hebben we intussen heerlijk van gegeten. De mais, goed op de wind. Er zijn er ondertussen een paar die het niet gered hebben, maar moet je zeker kijken naar deze drie. Die staan er toch vier bij. De rechter heeft zelfs al een pluim. De tomaten in de bak daarnaast. En ik ben al begonnen, althans een poging daartoe, om de boerenkool uit te planten. Maar de slakken vinden dat ook een heel goed idee. En er is al het nodige verorberd. Hier heb ik een bakje met kruiden staan. En u ziet verderop een ander veldje met de recent geplante prei. Afgedekt met een hekwerk om te voorkomen dat de katten erin gaan kakken. En u ziet hier de stokbonen die dan toch de aanslagen van de slakken hebben overleefd. U ziet wat de wind met ze doet. Ik moet ze met een touwtje de komende dagen wel wat opbinden. En natuurlijk de bieten die het hier altijd prima doen in de tuin. De vijver doet het dit jaar ook weer schitterend. Moet u eens kijken, wat helder en wat een mooie waterlelies. Een beetje rechtsboven van die waterlelie ziet u het glanzend fonteinkruid. Een hele geschikte plant om uw water zuiver te houden. Kijkt u eens wat een bladeren van de waterlelie er op het water liggen. En we pennen even naar de andere hoek. Want daar heb ik wat takjes waterpest. En u ziet daar helemaal in de hoek de witte bloemetjes van de waterpest zelfs verschijnen boven het water. En hier een beetje naar links hetzelfde. Het fonteintje op zonnecellen. Wat af en toe wat pruttelt, omdat de zon niet de hele tijd schijnt, maakt het zaakje wel compleet. Dan de laatste ronde. De berberus. De dahlia's zijn keurig uitgekomen en staan mooi in de bloei. Geraniums bloeien. Hier aan de voorkant de lelies die inmiddels ook uitgebloeid zijn. En dan pennen we naar links, weer naar de hortensia. En de prachtige fuchsia die hier aan de dakgoot hangt. En dat al onder het toezicht oog van onze kleine mannetjes en vrouwtjes die hier al het hele jaar staan. Ook zij wens u een fijne vakantie toe.